Goedendag en van harte welkom bij de Creative Exchange Webinars. Wij zijn vandaag in het iFilm Instituut, een prachtige plek als het gaat om design en creativiteit. Mijn naam is Vincent Verlangsheerden, Marketing Manager bij Adobe. Marketeers en organisaties worden in toenemende mate door de markt uitgedaagd om sneller, gevarieerdere content op een meer gepersonaliseerde manier aan te kunnen bieden. Om aan deze explosieve contentvraag te kunnen voldoen, zal een organisatie door al haar gelederen heen. Het creatief potentieel en daarbij behorende creatieve technologieën moeten omarmen. De snelheid waarmee dit gebeurt, dus van idee tot creatie en het daadwerkelijk distribueren van content, noemen wij content velocity. Uiteindelijk kan verhoogde content velocity leiden tot een versterkte positie in de markt en potentieel concurrentievoordeel. Dit effect zien wij vanuit Adobe als het design advantage, en is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar als het gaat om bedrijven zoals Uber, Fox en Microsoft. We hebben in de eerste webinars met name stilgestaan hoe binnen de Creative Cloud Creative Sync werkt en hoe u met creatieve apps zoals InDesign, Illustrator en Photoshop eenvoudig van mobiel naar desktop en de diensten schakelt. Daarmee versnelt u het creatieve proces aanzienlijk. In deel 2 hebben wij voornamelijk gekeken naar hoe de verschillende oplossingen zoals Adobe Creative Cloud voor Enterprise en Adobe Experience Manager integreren. Vandaag is deel 3 uit de serie en zal mijn collega Bart van der Wielen met u doornemen hoe u de impact van uw content met toegang tot stok en creatief talent met on-demand creative resources kunt maximaliseren. Dag iedereen en welkom. Mijn naam is Bart van der Wielen en werk als Solution Consultant voor Adobe Systems. Tijdens deze presentatie ga ik u mee vertellen over de creative services die Adobe aanbiedt aan al haar klanten. Creative Cloud draait niet enkel rond het gebruik van applicaties op de desktop computer, maar ook rond mobiele applicaties en een reeks van high-end services om het creatief proces te vergemakkelijken en te versnellen. Tijdens de presentatie ga ik aandacht besteden aan de volgende items. Adobe Stock geeft u toegang tot meer dan 45 miljoen afbeeldingen, illustraties en HD video's met een onmiddellijke link naar uw creatieve applicaties. Adobe TypeKit biedt elke designer duizenden kwalitatieve fonten aan voor het web en desktop. Market geeft u snel toegang tot royaltyvrije designelementen, zoals icoontjes, patronen, logo's en andere grafische bouwblokken, dankzij Creative Sync. En om af te sluiten, Behance, waar u niet alleen uw beste werk in een interactieve portfolio kunt gieten, maar ook zelf op zoek kunt gaan naar creatief talent voor uw organisatie. Ons eerste topic is Adobe Stock. Adobe Stock biedt miljoenen originele afbeeldingen, illustraties en HD-video's. Maar recentelijk hebben we dit aanbod ook uitgebreid met 4K-video. Om aan de slag te gaan met Adobe Stock zijn er verschillende mogelijkheden. Ofwel kan de gebruiker via de website op zoek gaan naar afbeeldingen of gebruik maken van een van de Adobe Mobile apps, zoals bijvoorbeeld Adobe Comp CC. Maar het aanbod van stock is ook rechtstreeks beschikbaar vanuit de Adobe desktop applicaties. Denk bijvoorbeeld aan Photoshop, Premiere Pro of InDesign. Ik start deze demonstratie vanop de Adobe Stock website en deze is beschikbaar vanaf stock.adobe.com. Het gebruik van stock gebeurt ook in twee stappen. Eerst ga ik een lage resolutie versie gebruiken in mijn ontwerp. Deze versie komt met het watermerk dat ook op de site zichtbaar was en kan ik gebruiken in mijn voorontwerp. Dit is handig om mijn ontwerp te laten goedkeuren vooraleer ik eventueel een licentie zou nemen op de resolutie versie van de afbeelding. Om dit onderwerp af te sluiten had ik ook graag meegedeeld dat we ook trial licenties kunnen aanbieden aan onze klanten. Dus heeft u interesse om zelf Adobe Stock te gebruiken in uw organisatie, neem dan contact op met uw Adobe vertegenwoordiger. Ik start deze demonstratie vanop de Adobe Stock website. Deze kan je terugvinden via stock.adobe.com. Hier in de Stock fotografie website kan ik onmiddellijk op zoek gaan naar de afbeelding waar ik naar op zoek ben. Ik heb hier vectoren, illustraties en kan ik filteren op video's als ik wil. Aan de bovenkant van het scherm kan je zien dat ik momenteel ingelogd ben met mijn Adobe account. En aan die account heb ik momenteel nog 447 afbeeldingen gekoppeld. Het principe is eigenlijk heel simpel. Ik spendeer één afbeelding Aangekochte afbeelding hier op de website. Ik ga op zoek naar een afbeelding. In de resultaten die daarop volgen, kan ik onmiddellijk ook al zien welke afbeeldingen ik eventueel al een licentie op heb. Nu, in dit geval ga ik op zoek gaan naar bijvoorbeeld deze afbeelding om de verdere specificaties te gaan bekijken omdat ik ingelogd ben met mijn Adobe-account, heb ik ook rechtstreeks toegang tot al mijn bibliotheken, dankzij Creative Sync. Ik kan dus vanaf hier onmiddellijk een licentie nemen op de afbeelding of eventueel starten met een voorvertoning. Ik ga de voorvertoning downloaden. Bij het downloaden van de voorvertoning heb ik een keuze. Ofwel ga ik rechtstreeks naar mijn desktop, of ik kan het hier in een nieuwe bibliotheek gaan opslaan. Ik heb een bibliotheek voorzien en die noemt gewoon Stok. Klik op de knop. En op deze manier wordt de lagere reductieversie van op de website opgeslagen in mijn Creative Cloud bibliotheek. Aan de bovenkant van de website hier kan ik eventueel ook kijken wat er nog in mijn bibliotheek zit. En ik kan ook overzichten bekomen van alle beelden waarop ik reeds een licentie heb genomen via de Adobe Stock website. Hou er rekening mee dat je ook voor video's lagere reductieversies kunt gaan downloaden en kunt gaan gebruiken in projecten als bijvoorbeeld Premiere Pro of Adobe After Effects. Ik open Adobe Photoshop en ben momenteel aan het werken aan een webbanner. Hier in mijn bibliotheek aan de linkerzijde kan ik ook zien dat mijn afbeelding uit Adobe Stock erbij gekomen is hier aan de linkerkant. Ik sleep hem op de canvas en gebruik hem hier rechtstreeks in mijn ontwerp. Let op het watermerk en op het logo wat hier in het midden staat van de afbeelding. Ik kan ook live-effecten toevoegen hierop. En deze effecten koppelen aan de layer hier in Photoshop. Hou er rekening mee dat alle aanpassingen die je maakt aan een live uh, laag in Photoshop, die gekoppeld is in de bibliotheek, dat al deze aanpassingen ook live gaan blijven. Met andere woorden, alle laagstijl die je maakt, andere, alle laagfilters die je gaat toepassen, blijven bestaan in deze lage Lucie afbeelding en ga je niet moeten hermaken eens je beslist om de afbeelding naar een hogere Lucie te gaan omzetten via de Adobe Stock website. Ik ga dezelfde afbeelding proberen hergebruiken in een ander project. Hier bijvoorbeeld in Adobe InDesign ga ik naar dezelfde bibliotheek gaan en plaats ik ook de afbeelding in deze printpublicatie. Zie Eens ik klaar ben om de afbeelding uh, te gaan aankopen, kan ik rechtermuis klikken in mijn bibliotheek en ik kies Buy Image. Op deze manier wordt er één credit afgetrokken van mijn beschikbare afbeeldingen op de stock website en wordt mijn ontwerp ook rechtstreeks geüpdate hier in mijn desktop-applicatie. Eens het synchroniseren klaar is, ga je opmerken dat het watermerk hier verdwenen is in onder andere Adobe InDesign, maar ook hier in Photoshop ga je merken dat mijn file onmiddellijk wordt geüpdate. En dit omdat de, zowel de lagen als de andere objecten in programma's als bijvoorbeeld InDesign of misschien ook Illustrator rechtstreeks gelinkt zijn naar de bibliotheek hier aan de linkerzijde. Laten we de voordelen van Adobe Stock nog eens oplijsten. Om te beginnen beschikt Stock over een zeer uitgebreid aanbod van afbeeldingen, illustraties en HD-video's. Verder zorgt de integratie met CC-applicaties voor een versnelde workflow. User management en toegang tot Stock kan gemanaged worden via het Creative Cloud Dashboard... En het aankopen van beelden is erg makkelijk dankzij de Creative Cloud Libraries. Laten we kijken hoe Adobe TypeKit ons kan helpen op vlak van typografie. TypeKit is een online bibliotheek met lettertypes bedoeld voor online en of offline gebruik. Het systeem biedt een database aan van duizenden verschillende lettertypes, zorgvuldig gekozen en aangeboden in samenwerking met vooraanstaande lettertypeontwerpers. Op deze manier bent u zeker dat de lettertypes er niet alleen fantastisch uitzien. Ze dus voldoen ook nog eens aan alle technische vereisten voor het gebruik op websites, drukklare PDF-bestanden of EPUB-formaten. Voor met Typekit start ik ook hier op de website typekit.com. Eens je ingelogd bent, ga je zien dat je eigenlijk onmiddellijk aan de slag kunt gaan met duizenden verschillende lettertypes. Aan de rechterkant kan ik heel makkelijk een andere classificatie kiezen, als ook een ander doeleinde. Bijvoorbeeld in dit geval ben ik misschien op zoek naar een serif lettertype, dat ik kan gebruiken. Offline op mijn toestel en geschikt is voor bijvoorbeeld een heading. Op basis van deze criteria gaat TypeKit de database filteren en alleen maar resultaten tonen die interessant zijn voor dit specifieke doeleinde. Eens ik het fonds gevonden heb waar ik mee wil gaan werken, is het eigenlijk heel makkelijk om dit te gaan synchroniseren naar je Creative Cloud applicaties toe. Nu, je hoeft niet per se altijd via de website te gaan. Laat ik even naar Adobe InDesign gaan. Hier in dit project zou ik graag de tekst aanpassen aan de bovenkant. Hiervoor wil ik een Adobe Typekit font gebruiken. Maar ik heb geen zin om naar de website te gaan om het font daar te gaan zoeken. Ik wil blijven in mijn bestaande InDesign applicatie. Om dat te doen ga ik hier even naar de font opties gaan. En ga ik van hieruit het Typekit proces gaan starten. Wanneer ik in InDesign klik op Add Fonts from Typekit, dan ga ik de font kunnen selecteren vanuit mijn webbrowser en rechtstreeks kunnen synchroniseren met mijn Creative Cloud widget. Hier in dit geval kies ik bijvoorbeeld voor een sans serif font met dikke letters. Ik ga voor dit font gaan, Fat Frank. Fat Frank heeft in dit geval twee icoontjes onderaan staan. Het eerste icoontje wil zeggen dat het font ook geschikt is voor het web. En het andere icoontje wil zeggen dat ik het kan gebruiken offline. Nu denk eraan, wanneer ik zeg offline, bedoel ik eigenlijk niet per se alleen de Adobe applicaties. Offline gebruik geldt voor alle applicaties op je desktop. Dus heb je het font nodig bijvoorbeeld voor je PowerPoint presentatie of Microsoft Word, kan je ook voor die programma's hetzelfde font gaan gebruiken. Ik klik op het font om het te gaan gebruiken en klik op de Sync-knop om het binnen te trekken in mijn Creative Cloud applicatie. Eens gesynchroniseerd kan ik terugkeren naar Adobe Indesign en bovenaan filteren op mijn fonten. Ik klik op het typekit knopje en kijk bij de F en daar vind ik effectief mijn Fatfang Live type terug. Ik wil net hetzelfde gaan doen in een andere applicatie, zoals bijvoorbeeld Adobe Muse. Adobe Muse is een webdesign applicatie. Met andere woorden, alle fonten die ik gebruik moeten ergens online gehost worden en ook dus ook online verkijkbaar zijn. In Adobe Muse heb ik eigenlijk net dezelfde interface als een in TypeKit. Hier in dit geval ga ik de, de heading selecteren en ook hiervoor een webfont gaan introduceren. Als ik kijk naar de webfonten die ik momenteel heb staan hier, kan ik klikken in Add WebFonts. En vervolgens in de pop-up op zoek gaan naar het fond wat ik mensen gaan gebruiken. Ik vond het vorige lettertype wel interessant, dus ik ga dat lettertype gaan opzoeken hier in Adobe Muse. Fatrank is ook beschikbaar hier in dit project, simpelweg omdat ik daar straks ook gezien heb dat het een web-icoontje had, met andere woorden ook beschikbaar is gemaakt voor alle webapplicaties in onze Adobe producten. Klik op oké. OK. En Muse zorgt ervoor dat het fond gekozen wordt. En toegevoegd wordt hier in mijn lijst van beschikbare lettertypes. Voilà. Nu, Adobe Muse is uiteraard een designapplicatie. Ik heb geen code. Ik zie niet welke code toegevoegd wordt in mijn huidige bestand. Dit is wel het geval wanneer ik werk met bijvoorbeeld Adobe Dreamweaver of misschien een andere HTML-editor. Als je voor zulke doeleinden dat bepaald font wenst te gaan gebruiken, is het aangeraden om eerst via de typekit.com-website te gaan en daarbovenaan een kijkje nemen in de kits. Een kit kan je aanmaken hier online en gaat in feite voor jou de code genereren die nodig is per project om te plaatsen in jouw HTML-bestand. Hier in dit voorbeeldje heb ik een simpel, uh, een simpel voorbeeldje gemaakt, Bart's site, en van hieruit kan ik mijn kit gaan beheren en op zoek gaan naar de juiste HTML-code, op deze manier, die ik kan gaan gebruiken in mijn HTML-editor. Op deze manier, wanneer de website wordt geladen, kan de website rechtstreeks gebruik maken van de gehoogste fonten hier via deze website. De volgende oplossing die ik ga gebruiken is Market. Market is soms wat minder gekend bij ontwerpers, maar biedt wel een mooie oplossing voor het bekomen van simpele assets en andere basis design elementen. Alle elementen die terug te vinden zijn in Market komen uit de Behance portfolio van designers wereldwijd en zijn geselecteerd door Adobe. En, niet onbelangrijk, alle assets zijn royaltyvrij en gratis te downloaden. Het volgende dat ik ga tonen is Market. Market is een extra dienst die je kunt gebruiken rechtstreeks vanuit je Creative Cloud desktop applicatie. Ik start hier in Photoshop waar ik mijn huidige banner heb en hier zou ik graag een extra icoontje wil toevoegen, een icoontje van een berg. Ik ga op zoek gaan in Market om te zien of ik iets kan terugvinden daarvoor. Hier bovenaan op mijn desktop kan ik klikken op Assets en vervolgens selecteer ik Market. Market biedt verschillende categorieën van items aan. Bijvoorbeeld brushes, vector-elementen, patronen. Of interessant, user interface elementen. Iets waar heel veel mensen vaak naar op zoek zijn. Laat ik op zoek gaan naar enkele icoontjes. Bijvoorbeeld Facebook. Facebook biedt uiteraard een hele reeks verschillende officiële icoontjes aan. Maar als je vlug jouw eigen versie wil hebben, kan je altijd op zoek gaan naar deze zaken hier binnen Market. Het volgende dat ik ga zoeken is mijn bergicoontje. Ik heb verschillende opties hier. Eens ik gevonden heb wat ik leuk vind, bijvoorbeeld deze hier aan de rechterkant, kan ik beslissen wat ik ermee ga gaan doen. Ik kan het rechtstreeks gaan opslaan in één van mijn huidige Creative Cloud bibliotheken of gewoonweg dit op mijn desktop computer gaan plaatsen. Eens ik dit gedaan heb, kan ik het terugvinden in mijn Creative Cloud desktop bestanden die gesynchroniseerd wordt met Creative Cloud dankzij Creative Sync. Ik kies ervoor om dit icoontje op te slaan in deze bibliotheek, Client Items. Eentje daarop klikt, zal de widget dit item downloaden en synchroniseren met je library. Hou er rekening mee dat alle icoontjes en al het andere materiaal wat ik hier heb staan uh, royalty vrij is en gekozen wordt op basis van mensen hun Behance profiel door Adobe. Ik heb net een melding gehad dat mijn bestand is gesynchroniseerd en op basis hiervan kan ik het gaan opzoeken in mijn library. Ik ben terug in Photoshop en ga even kijken in mijn Client Items. Ziezo, die icoontje staat erin en ik zie aan het type dat het een SVG is. Een SVG is een vectorieel bestand, met andere woorden, ik kan rechtstreeks vanuit bijvoorbeeld Adobe Illustrator deze file openen en verder gaan editeren. Laat ik het eerst plaatsen op mijn ontwerp. Dit is een zwarte versie, dus het is aangeraden om dit aan te passen naar een witte versie. Hiervoor ga ik Adobe Illustrator gebruiken. Hier aangekomen in Adobe Illustrator ga ik rechtstreeks mijn client items library openen en op zoek gaan naar het icoontje wat ik wil aanpassen. Ik dubbelklik mijn mountain icoontje en van hieruit kan ik rechtstreeks aan de slag gaan. Ik sla het op en sluit af. Op deze manier wordt de library geüpdate en dus ook alle andere layers of objecten die gebaseerd zijn op dat library-item. Ziezo, eens aangekomen in Photoshop zie ik onmiddellijk dat ik de laatste versie heb staan in mijn ontwerp. Gebruik assets voor alle projecten die je wenst, het zijn video, print of web. De assets zijn gratis en er is heel wat te vinden voor iedereen. Om af te sluiten wil ik enkele minuten nemen om jullie behands voor te stellen. Behance heeft vandaag de meeste bekendheid bij designers als een soort interactieve portfolio waar je je werk op kunt plaatsen en feedback op kunt geven. En die informatie klopt. Dankzij een integratie met de Creative Cloud Design Tools kan je in een muisklik je creatieve werk uit bijvoorbeeld Adobe InDesign rechtstreeks posten op je profielpagina. Maar Behance is veel meer dan dat. Het is ook een zeer krachtige netwerktool omdat het erg makkelijk is om andere creatieve talenten te ontdekken, gebaseerd op hun vaardigheden, gebruikte tools of geografische locatie. Hiervoor zijn specifieke zoekfilters beschikbaar om in contact te komen met je favoriete artiest via bijvoorbeeld het versturen van een privébericht. En met de statistieken die Behance kan voorleggen, mag je ervan uitgaan dat er meer dan genoeg designers actief zijn op het platform om je werk mee te delen. Maar we mogen ook niet vergeten dat Behance mogelijkheden creëert voor designers. Niet alleen kan je zelf op zoek gaan naar nieuwe opdrachten, je kan ook gebruik maken van de Adobe Talent en zo de juiste artiest vinden voor je organisatie. Dankzij een gedetailleerde beschrijving van de job, de vaardigheden die je verwacht, deadline, budget en regio, kunnen designers onmiddellijk reageren op je vacature. Maar Behance helpt je ook om de juiste kandidaat te vinden. Zo wordt er op basis van je ingegeven criteria automatisch al een eerste selectie gemaakt van potentiële kandidaten. Heb je een kandidaat gevonden die je interesseert? Dan kan je deze opslaan voor de vacature, waarna het systeem dit als extra criteria gaat gebruiken om andere aanvullingen te doen. Maar je kan eventueel ook zoeken op basis van projecten. Sommige artiesten gebruiken dezelfde stijl van vormgeving of fotografie, of hetzelfde kleurenpalet. Ook op basis hiervan kan je aanbevelingen krijgen om zo kandidaten te vinden met dezelfde stijl of geografische locatie. En wanneer je met meerdere mensen in een team op zoek bent naar een kandidaat, kan je via Behance overleggen en meningen delen. En niet onbelangrijk, via de Behance mobile app kan je je vooruitgang en het zoekproces verder bijhouden. De gebruikersinterface van de Behance website is zeer intuïtief. Bovenaan start ik met de eerste tab en dat is Activity. Wanneer je zelf enkele artiesten aan het volgen bent, dan krijg je eigenlijk een verzameling van hun laatste updates op je landingspagina. Van hieruit kan je het werk meer in detail gaan bekijken. Eventueel de like knop gaan drukken. artiesten verder gaan volgen of misschien zelfs een privébericht gaan sturen. Hou er rekening mee dat elke post van elke artiest, of het nu gaat over een video, een verpakking of illustratie, je kan die pagina perfect gaan personaliseren om ook in de presentatiepagina de juiste look and feel te gaan hebben om je werk meer eer te gaan aandoen. Het tweede stukje bovenaan is de Discover-optie. Vanuit Discover kan je eventueel op zoek gaan naar andere artiesten die heel hoog scoren of die voldoen aan bepaalde eisen waar je naar op zoek gaat. Bijvoorbeeld, ik klik hier op Search and Explore. Via Search and Explore kan ik op zoek gaan naar bepaalde artiesten gebaseerd op extra filters. Bijvoorbeeld hier bovenaan kies ik voor Branding, Most Appreciated en kan ik eventueel zoeken op een land of specifiek zelfs op een stad. Zo kan je ook lokaal talent gaan aantrekken voor het project waar je aan wil werken. Wanneer ik kijk naar de zoekfunctie, is het ook makkelijk om bepaalde files te gaan opzoeken die gebruik maken van een bepaald gereedschap. Bijvoorbeeld, ik ga op zoek naar ontwerpen die alweer Photoshop gebruiken. En eventueel ook Hotspot. Dus let erop dat dit niet alleen een digitale portfolio is. Ook al het analoge materiaal, denk zelfs aan een fotokopje, charcoal. Aan uh, potloden, penselen, alles wordt in feite gebruikt hier om op te filteren in de Behance Community. Ziezo, so. dit is de selectie die ik daarvoor gekeken heb. Je kan zelf ook werk toevoegen rechtstreeks naar je Adobe applicaties. Heb je een job waar je mee bezig bent, een logoontwerp, een brochure, een één eender wat, dan kan je het in feite als een work in progress gaan uploaden op de Behance pagina zelf. Bijvoorbeeld hier in InDesign heb ik mijn huidige pagina. Het is nog niet helemaal af en ik ben op zoek naar extra feedback. Dus ik ga rechtstreeks vanuit Adobe InDesign mijn werk gaan uploaden naar mijn Behance pagina, weer gekoppeld aan mijn Adobe ID, om dan uiteindelijk dit publiek te gaan plaatsen en commentaar te gaan vragen van andere designers. Wil je liever je werk niet publiek plaatsen, maar toch gebruik maken van dat forum, kan je nog altijd het weerzetten in de work in progress categorie, maar het gewoon als een privaat project gaan houden en enkel specifieke mensen gaan uitnodigen om commentaar te gaan achterlaten. Ik ga dit doen door linksonder te klikken op dit icoontje en een nodige uitleg te gaan verschaffen. Ik geef een gepaste titel. Ik zeg dat dit een nieuw werk is en geen revisie van een ouder job. Je geeft dus nooit wat tags. En ook een basisintroductie. Vervolgens kies ik voor wie dit allemaal zichtbaar is: als in iedereen op de Behance community of als in een privaat project. En ik kan ook zelf teams gaan toevoegen. Een team is iets wat je kunt vergelijken met je eigen bedrijf. Je kan mensen gaan bundelen in een team en op basis daarvan ook voor die specifieke groepen ontwerpen gaan doorsturen. Ik klik op Continue en vervolgens gaat InDesign dit opslaan, screenshots maken en doorsturen naar de Behance pagina. Wanneer ik even doorklik, kom ik automatisch terecht op de juiste pagina en kan ik hier zorgen voor meer commentaar op mijn huidig ontwerp. Eens ik commentaar binnenkrijg, wordt dit ook gesynchroniseerd dankzij de Creative Cloud Desktop applicatie en kan ik eventueel extra revisies gaan toevoegen opnieuw vanuit InDesign. Pas wanneer ik compleet klaar ben met mijn ontwerp, kan ik eventueel dit gaan herposten als een finaal afgewerkt product. Dit kan ik doen bovenaan door te klikken op de Add Work knop en vervolgens een nieuw project te gaan toevoegen. Eens ik dit doe, kom ik terecht in de project editor, waarbij ik mijn hele pagina kan personaliseren. Dit gaat niet enkel over de screenshots die ik ga uploaden, of de tekst die ik ga schrijven, maar ook de vormgeving daarvan. Dit kan eventueel gaan over embedded video's, misschien een making-of video, of eventueel andere lettertypes hier aan de linkerkant. Wil ik nog meer assets gaan gebruiken of files gaan gebruiken van het project zelf, kan ik zelfs mijn Creative Cloud Libraries gaan gebruiken of de files die ik heb staan in mijn Creative Cloud desktop applicatie om extra versies te gaan toevoegen en mijn profiel weer te gaan opvleuren. Eens je klaar bent ermee, klik je op Continue om het project te saven en te lanceren op de Behance pagina zelf. Zoals ik eerder vermeldde, kan je Behance ook gebruiken om op zoek te gaan naar extra werk. Hiervoor hebben we een aparte pagina gemaakt. Als ik kijk op Jobs, kan ik zoeken op Creative Jobs. Van hieruit heb je een hele wereldwijde database met creatief werk die klaar ligt voor freelancers. Elke job die gepost is op Behance heeft een gedetailleerde beschrijving van de taken die verwacht worden, als ook de regio waarin we graag een profiel zullen vinden. Het feitelijke solliciteren zelf kan je ook doen rechtstreeks via Behance door te klikken op de Apply for Job knop, waardoor ik uiteindelijk mijn creatief profiel kan koppelen aan dat van de opdrachtgever en zo in contact kan komen in de hoop dat ik de job ga krijgen. Maar uiteraard kan je als bedrijf ook zelf nieuwe jobs gaan plaatsen. Dit kan je doen via de Post a Job-knop, waardoor ik terecht kom op de Adobe Talent website. Van hieruit kan ik mijn eigen profiel gaan opstellen, de nodige specificaties gaan verduidelijken en dit gaan plaatsen op de Behance pagina. Ik hoop dat deze sessie een beter beeld heeft kunnen scheppen van de mogelijkheden van de Creative Cloud Online Services. Miljoenen designers, ontwerpers en fotografen dragen dagelijks bij tot het uitbreiden van deze beschikbare assets. En dat maakt ze net elke dag interessanter. Probeer ze zeker en vast uit en u zult zien dat het makkelijker is dan u denkt. U heeft vandaag kunnen zien hoe u de impact van uw content met toegang tot Stock, Typekit en via BNS kunt maximaliseren. Met name Adobe Stock kan een behoorlijke impact hebben. We bieden u daarom graag een trial aan die u kunt activeren via stock.adobe.com. Dat brengt ons tevens bij het volgende en laatste deel van de vierdelige Creative Exchange Webinar serie. Deze gaat over het optimaliseren van applicatie- en contentbeheer en bescherming van intellectueel eigendom. Een onderdeel cruciaal in het proces om content velocity te versnellen en uiteindelijk het design-advantage voor uw organisatie tot stand te brengen. Nogmaals, dank voor uw aanwezigheid vandaag en hoop u wederom te mogen verwelkomen bij het volgende Creative Exchange-webinar.